Gesprek over werken in het onderwijs in de gemeente Schagen. Dit is voor de klas met vandaag. Jackie Slijkhuis van Heerwaarde uit Schagen. Ze is sinds dit schooljaar in duo baan schooldirecteur van de Allovicius in Schagen. Jackie, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zeker. Ja, er is dit schooljaar veel veranderd voor je. Hoe bevalt je nieuwe baan tot uh, dusver? Goed. Ja? ja, ik heb het enorm naar mijn zin. Het is een plek die ik natuurlijk al uh, goed ken. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, voelt dat gewoon heel vertrouwd. Um, ja, de nieuwe baan, dus de nieuwe functie. Ja, spannend. Eigenlijk elke week weer uh, komen er nieuwe dingen op je pad uh, die je van tevoren niet voorziet. Maar uh, ja, het is heel erg leuk. Ja, en was het ook iets wat je in duo baan zou ambiëren, een parttime baan? Nou, ik werkte al parttime als leerkracht op de mm -hmm. Ja, En dat ik dat op deze manier kan voortzetten. Ja, is heerlijk. In combinatie ook met thuis. Uh, ja. En het feit dat ik gewoon Marielle naast me heb. Uh, samen dat we het, uh, de school leiden. Dat voelt heel erg fijn. Ja, Marielle Sprenkeling hebben we het over. Klopt. Ja, ook een, natuurlijk een ervaren gezicht uh, binnen de Aloysius. Ja, dacht je toen de vorige directeur aankondigde te stoppen bij de Aloysius meteen dat het iets voor jou zou zijn? Nee. Nee? Hoe is dat gegaan? Ik, uh, vorig schooljaar uh, heb ik wel gesolliciteerd binnen Sarcom voor een opleidingsplek als directeur. Maar nooit verwacht dat ik natuurlijk dit schooljaar dan gelijk al directeur uh, zou worden. Ik had eigenlijk het idee dat ik dus met de vorige directeur nog uh, mee zou lopen dit jaar als een soort van stageplek. En dan ondertussen de opleiding doen. Maar ja, voor de zomervakantie werd duidelijk dat, uh, dat hij naar een andere school ging. En hebben eigenlijk Marielle en ik al vrij snel gezegd, samen met Lisette, de onderbouwteamleider, dat wij het dan tijdelijk over zouden nemen. Ja. Tot we een andere directeur hadden gevonden. Ja, en eigenlijk. We hadden er zoveel plezier in dat we eigenlijk dachten, waarom gaan we niet zelf solliciteren? En dan wel Marielle en ik samen, echt als duo. Ja. Omdat dat echt goed voelde. De spanningsmomentjes, uh, uh, het samen even meedenken met elkaar voor alle zaken die er uh, spelen. Ja, We dachten, dit is de kans om daar toch mee door te kunnen gaan. Dus laten we een poging wagen. En uh, nou, het is gelukt. Hadden we zijn nu samen. jullie allebei dat, datzelfde gevoel? Ja, en ik denk Marielle wel iets eerder dan ik, hm. omdat ik toch dacht van nou, uh, ja, ik ben nog in opleiding, uh, kan dat dan wel, uh, is dat dan niet te vroeg? Maar aan de andere kant, ja, de Aloisje zit zo in, in mijn DNA. Ja. Um, het is ja, de perfecte kans en waarom zouden we dan niet proberen? Ja, eigenlijk kwam het gewoon heel mooi uit zo. Ja, eigenlijk ja. wel. En hoe lang heb je voor de klas gestaan? Uh, even kijken, ja, ik ben op de Aloisje school al begonnen tijdens mijn Leo stage. Dus dat was in 2011, 2012. Ja, tot eigenlijk vorig schooljaar. Um, ja. Met het idee dat ik eigenlijk dit schooljaar weer voor de klas zou staan. Maar ja, alles is anders gelopen en uh, ja, ik ben daar heel blij mee. Ja. Dus uh, ik denk nu optellend zo'n jaar of twaalf. Ja, en binnen die twaalf jaar was je ook nog teamleider bovenbouw. Heb je dat lang gedaan? Ja, uh, sinds 2020. Oh ja. ja. Is dat dan eigenlijk ook een soort opstapje naar wat je nu doet of kan je dat zo niet zeggen? Ja, um, dat kan wel, uh, dat is niet per definitie zo gezegd. Uh, als uh, teamleider, in mijn geval van de bovenbouw, uh, ja, regel je eigenlijk ook zaken voor de bovenbouw. Zorg je dat dat team goed samenwerkt, uiteindelijk in het belang natuurlijk van, uh, van de kinderen. En ik heb daar wel mijn ervaringen op gedaan, waardoor ik nu dit volgende stapje ook zag zitten. Ja, ja dat gaf wel vertrouwen. Ben je dan ook iemand die zich uh, graag blijft ontwikkelen? Jazeker. Ja, ik word wel heel blij van nieuwe dingen leren. Uh, meerdere opleidingen ook gedaan uh, nadat ik klaar was nog met de Pabo. En uh, ik heb er altijd wel heel veel plezier uit gehaald. Nu ben ik ook natuurlijk nog in opleiding uh, uh, toen ik de opleiding schoolleider of basis bekwaam. En ja, alles wat we daar weer leren, het is zo leuk om dan weer nieuwe dingen te lezen en dat dan weer te kunnen terugkoppelen naar de praktijk op de school. Om ja. steeds weer aan die kwaliteit uh, te werken. En hoe lang du duurt die opleiding nog? Uh, dit schooljaar rond ik basisbekwaam af en daarna kan ik nog door voor vakbekwaam. Ga je dat doen? Ja, zeker. Ja, zeker. <laughs> helemaal weer blij. Ja. Ja, sta je nu helemaal niet meer voor de klas? Nee, in principe niet. Uh, ik heb af en toe nog wel wat dagen dat ik uh, voor de klas sta om, uh, om even in te vallen of in te springen. Nou, dat vind ik ook eigenlijk hartstikke leuk. Uh, maar ja, het betekent wel dat er dan ander werk blijft liggen, dus ik kan dat ook niet altijd, uh, altijd doen. Maar ik vind het lesgeven, ja, het is echt een prachtig vak. Dus dat blijf ik ook wel heel erg leuk vinden. Ja, mis je het al? Uh, nou, omdat ik nu toch nog wel uh, af en toe een dag voor de klas sta, heb ik wel echt zoiets van: oh ja, ik, 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 uh, ja die feeling met de klas heb ik nog wel. Um, ik vind het heel erg leuk, maar nu probeer ik vooral echt op het team te richten en met het team mee te denken en mee te kijken. Dus ik. Zijdelings ben ik nog wel betrokken met wat er in de klas gebeurt. Alleen niet echt als uitvoerende, als uitvoerende taak, zeg maar. Ja, ja. En die duo-baan met Marielle. Is, is er elke dag één van jullie beiden aanwezig? Of zijn jullie ook wel eens samen aanwezig? Ja, ook samen. Um, ander, ja, dat is voor de momenten van overleggen en, en sparren. Maar uh, ja, er zijn ook dagen dat we allebei alleen uh, aanwezig zijn. Om zo een beetje de week te verdelen. Ja. En uh, op wat voor manier vullen jullie elkaar aan? Ja. Uh, heel veel manieren. Ja. We komen er ook steeds meer achter hoe wij eigenlijk, uh, nou in, in welke dingen wij hetzelfde zijn, maar ook in steeds meer voorbeelden kunnen we aangeven van hoe we verschillend zijn. Um, um, ja, ik ben toch altijd wel, uh, ik zie de kansen, ik zie de mogelijkheden. En Marielle zegt ook af en toe van, joh, even rustig aan, laten we het even goed bekijken en afwegen tegen elkaar. Dus ja, dat geeft gewoon een hele mooie balans. Uh, ik hoor weer heel veel nieuwe dingen op mijn opleiding als nieuwe inspiratie om mee te nemen naar school. En zij heeft vanuit haar ervaring, hè, wat je al zei... ze heeft jarenlange ervaring al als adjunct ja. en, en bij ons op school. Dus ja, dat, dat soort dingen, dat vult elkaar heel goed aan. Ja, goed team. Zeker. Ja. Hoe reageren jullie collega's op jullie uh, directeurschap? Ja, vooral heel positief. Een aantal collega's ook wel uh, even verbaasd van... oh, hé, hey, uh, dan kunnen we gewoon door blijven gaan... zoals we het uh, sinds het begin van dit schooljaar deden... Uh, maar ja, eigenlijk vooral heel positief. En uh, collega's zijn heel blij met het, het vertrouwde. Ja, um, het plezier wat we met elkaar hebben. En ja, het, het mooie werk wat we met elkaar mogen doen. Ja, hoor je ook wel dat er iets is veranderd uh, op de werkvloer? Uh, ja, Het was toch voorheen één man die het deed en nu twee vrouwen? Ja, ik denk zeker dat er heus wel dingen veranderen, uh, of veranderd zijn. Uh, maar ik kan daar ook weer niet zo heel goed de vinger op leggen. Want het is gewoon, ja, het zijn andere mensen die nu de leiding uh, uh, geven. Dus dat, ja, dat maakt gewoon wel verschil. Um, ik hoor voor, van de collega's gewoon vooral dat ze het heel ontspannen vinden. Dat we wel uh, de dingen kunnen blijven doen die we ingezet hebben. Dat daar niet um, opeens een hele koerswijziging uh, plaatsvindt. Ja. En uh, nou ja, heel erg het vertrouwen en, uh, en het, het, de ontspanning. toch binnen een hele drukke baan die, uh, die we met elkaar hebben. Um, ja, dus dat. En hoe ziet een gemiddelde dag van jou eruit? Ja, dat ben ik zelf ook nog een beetje aan het ontdekken. <laughs> Is er een gemiddelde uh, dag? Nou, precies. Uh, nee. Uh, kijk, de ene ochtend uh, kan ik heel ontspannen beginnen. Uh, even een rondje langs de collega's om even te horen hoe het gaat met iedereen. Uh, nou, um, en dan eigenlijk alle kinderen verwelkomen die, uh, die naar school komen om half negen. En daarna beginnen zoveel, ja. Eigenlijk. Verschillende taken die je hebt um, van huisvesting, financiën. Um, we zijn momenteel heel erg bezig met het uh, nieuwe schoolplan. Dus de, het plan met de um, doelen of de ontwikkelingen voor de komende vier jaar, waar we druk mee bezig zijn. Dus dan probeer ik daar weer wat zaken voor op papier te zetten. En de andere keer begint mijn, mijn werkdag al om half zeven, omdat een collega zich ziek meldt. En ja, wat gaan we dan doen? Hè? Dus dan ga je weer uh, zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om toch weer iemand voor de klas te krijgen, zodat die kinderen lekker naar school kunnen. Ja, dus het gebeurt ook wel dat je bepaalde dingen in je agenda had staan, maar dat de dag een hele andere wending neemt. Ja, zeker. Ja, ja Ik merk wel dus, toen ik voor de klas stond, had je best wel een duidelijk ritme en rooster van, oké, okay, dit doe ik zo laat en om tien uur gaan we even eten drinken of buiten spelen en we geven rekenen. En ja, dat is nu gewoon heel anders. Het, het ritme en de regelmaat is er, voor, voor wat ik nu weet, wel een beetje uit. Ja, vind je dat lastig? Nee. Nee. Ik ik ben, denk ik, op zich gewoon een flexibel persoon die daar wel uh, ja, goed mee om kan gaan. En ik vind eigenlijk ook heel veel van de nieuwe dingen die op mijn pad komen nu ook echt heel interessant. Ja. Van oh, wat betekent dit? En uh, hoe kunnen we dit gaan doen? Voor wie is dit helpend? Of wat zijn de belemmeringen? En ja, steeds dat soort zaken afwegen tegen elkaar vind ik ook wel leuk. Vind ik de uitdaging, denk ik, van, uh, van wat ik nu doe. Ja. Weten de leerlingen dat je nu een schooldirecteur bent? Hoe is dat gegaan? Ja, de leerlingen die weten het wel. Um, nou, zeker de klassen waar ik nog les aan heb gegeven, die weten dat natuurlijk heel goed. Um, maar toen wij uh, net aangesteld zijn als directeur, uh, hebben we ook een rondje langs alle klassen gedaan om ook te vertellen. Ja, en omdat het toch wel een beetje een feestelijk. Uh, Feestelijk moment is uh, voor ons. En eigenlijk voor de hele school uh, hebben we ook even een kleine tractatie bij alle leerlingen oh, uh, langsgebracht. Ja. 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 ja, toch zijn jullie denk ik zo eigen dat het misschien minder opvalt dan dat er echt een heel nieuw persoon staat. Ja, en dat hadden we ook voor ons eigen gevoel ook wel hoor. Ja. Dat we dachten, oh, waar, wanneer komt dat hele euforische moment? van nu, <laughs> nu zijn we dat. Ja. En toen uh, dus zeiden we ja, en eigenlijk blijft het ook heel gewoon. Heel natuurlijk. Uh, het is een heel natuurlijk proces geweest. En uh, ja, ik denk dat we daarom ook echt wel met veel vertrouwen en plezier ook uh, nou ja, de taak kunnen uitvoeren. Ja, er was natuurlijk binnen uh, de Aloysia School al een hele nieuwe proces gaande hè, met het uh, groepsdoorbrekend werken. Uh, wanneer werd dat ingezet, dat hele proces? Ik denk dat we daar. Ik moet heel even terugdenken. Ik denk 2020 of 2021 zijn we daar, uh, hebben we daar de eerste stappen mee gezet. Ja, het zorgt ervoor in mijn ogen, ja, mijn kinderen zitten ook op de school. Uh, best voor wat opschudding eventjes, uh, ook uh, onder de ouders. Uh, ze moesten best wel aan het idee wennen. Ja. Hoe is dat nu? Nou, we zijn uh, eigenlijk dit jaar ook begonnen met inloopochtenden voor ouders, waarin we ook echt, uh, nou ja, ik en Marielle... Uh, soms met Monique of Lisette, dus andere collega's, uh, wat uitleg geven over hey, waarom zijn we dit eigenlijk gaan doen. Um, en daarna laten we de ouders ook gewoon even meekijken. Want inderdaad, wat je zegt, het zorgde wel voor wat opschudding bij ouders, omdat ze ook niet heel erg een beeld hadden van wat betekent dit. En um, nou, wij denken dat er heel veel mooie kanten aan zitten, omdat we steeds beter de, de behoeften van de leerlingen centraal kunnen stellen. En steeds beter kunnen kijken van hey, wat heeft ieder kind nodig om zich. Te ontwikkelen en om zich goed te voelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn daarbij bij ons op school echt belangrijke uh, um, ja, doelen, zeg maar, die we voor de kinderen hebben. En door deze manier van organiseren, inderdaad, groepsdoorbrekend uh, lessen aan te bieden, kunnen we gewoon steeds beter kijken van, nou, wat heeft ieder kind nodig en wat past daarbij? Het zorgt voor veel meer samenwerking uh, bij de collega's. En natuurlijk uh, was dat heel erg wennen en is dat, denk ik, voor ouders ook heel erg wennen geweest. Maar we krijgen nu heel veel positieve reacties. Uh, van ouders die dan zeggen van... hé, hey, ik zie wat het mijn kind heeft gebracht. En ik vond het in het begin best wel spannend. Maar ik zie nu dit en dit. Ja, dus dat... Uh, dat is goed om te horen dat natuurlijk. Zeker weten. Maar ja. zat dan ook het belangrijkste idee erachter? Dat je beter inzicht krijgt uh, wat een kind nodig heeft? Nou, dat inzicht was er al wel. Wat wij heel erg merkten is dat... we wel zagen wat kinderen nodig hadden. Alleen we konden het niet altijd bieden. Ja. Je had gewoon eigenlijk handen tekort... Om, om, om het voor al die leerlingen goed te doen. En door de samenwerking die we nu doen hebben met de, met, de, met de collega's en we daarbij ook echt uh, iedereen inzetten die we in school uh, hebben, uh, kunnen we er gewoon een veel breder aanbod neerzetten en, en steeds beter kijken van hé, hey, dit kind heeft misschien wat meer hulp nodig om uiteindelijk uh, zo'n ontwikkeling lekker te laten verlopen. Nou ja, dan kunnen we dat bieden. Er zijn ook kinderen die juist wat meer uitdaging nodig hebben. Ja. En, maar dan is het wel fijn dat daar ook nog steeds de leerkracht of een leerkracht bij is om diegene op weg te helpen. Ja, want nu is er uh, niet één leerkracht die je kind ziet. Hè? Er zijn eigenlijk meerdere door de week heen meerdere leerkrachten die jouw kind uh, ja, in de klas krijgen. Ja, en uh, vooral bij, uh, bij rekenen, bij lezen, spelling, um, zetten we dat in. We hebben wel dat we gewoon uh, de leerlingen ontvangen in hun eigen klas, in hun, in hun, in hun eigen groep. Uh, ze starten de dag samen op, uh, lezen samen, Nou, we hebben bijvoorbeeld een weekendverhalen die ze delen met elkaar. Um, maar bijvoorbeeld met rekenen, dan zie je dat een aantal leerlingen naar een andere klas lopen. Inderdaad, dus naar een andere leerkracht. Waar ze bijvoorbeeld hun rekenles volgen. Ja, en die rekenles is eigenlijk zoals wij altijd al deden. Hè? Dus een leerkracht geeft gewoon nog instructie. Ja, ja, ja. Uh, wordt, uh, dat soort zaken allemaal nog wel. Maar je ziet dus inderdaad dat er, uh, dat er leerlingen zijn met die gedurende de schooldag ook wat andere collega's zien. Ja. Ja. Hoe uh, reageren de kinderen erop? Is het inmiddels helemaal uh, gewend en uh, normaal voor ze? Ja, zeker. En eigenlijk ging dat veel sneller dan dat wij voorspeld hadden. Um, we gingen, ja, weet je, met een team van collega's gingen we aan de slag van: ja, hoe kunnen we dat dan organiseren? En, um, nou, dat hebben we dan uitgelegd aan de leerlingen. Die keken in het begin wel even van: oh, wat gaan we dan doen? Maar ook wel met, uh, ja, nieuwsgierigheid keken ze ernaar van: oké, okay, laten we dat proberen. En eigenlijk, ik denk met een, ja, het is natuurlijk al even geleden, maar ik denk binnen twee weken liep het. En, uh, ja. Zagen we ook dat de leerlingen wel hun, uh, hun, hun weg erin vonden. Ja. En uh, dat ging veel sneller dan verwacht, ja. Ja, en misschien ook wel een beetje een... een um, nou ja, hoe zeg je dat? Kijk, als ze naar de middelbare school gaan, dan gaan ze natuurlijk ook steeds van lokaal naar lokaal. En ja. Dat lijkt er misschien nu iets meer op. Ja, en, en wat, uh, dat was natuurlijk niet de insteek, nee. maar dat kan voor sommige leerlingen misschien wel uh, handig zijn, ja. ja. En jullie zochten onlangs nog een nieuwe leerkracht, is dat gelukt? Ja. Oh goed. Ja, we zijn heel erg blij. Uh, een oud collega van ons die uh, wilde heel graag terugkomen. Die heeft vlak voor de zomervakantie uh, afscheid genomen om dichter bij huis te werken. Maar eigenlijk miste ze de Alweisjes Alois heel oh. erg. En uh, ja, wij zijn heel blij dat ze terug wilde komen. Dus die uh, gaat deze week weer van start. Nou, wie is dat? Miranda. Oh, wat leuk. Ja, ja we gaan even helemaal terug naar uh, Jackie als kind. Wat wilde je toen worden? Nou, heel in het begin wilde ik kapster worden. Maar ik weet op een gegeven moment ook dat ik een spreekbeurt over kapsters of kapsalon heb gehouden. En, en toen dacht ik, oh ja, is dat eigenlijk wel wat ik wil? En uh, ja, nou, uiteindelijk dat was helemaal afgeschreven. En toen voelde ik me echt zo, ik zat in groep 8, weet ik nog. En uh, nou, Marlies, nu dus een collega van mij, die, uh, dat was mijn juf. En ik dacht, oh, juf zijn is ook een beroep. Dat zou ik ook kunnen worden. En toen heb ik echt in groep 8 heel vaak naar haar zitten kijken en gedacht. Oh ja, ik zou ook wel juf willen zijn. <laughs> en eigenlijk. Vanaf... Weet maar liefst dit allemaal? Dat weet ik eigenlijk okay. niet. Uh, en nou ja, vanaf daar, uh, nou doelgericht uh, richting de PABO uiteindelijk. Ja, dus je hele middelbare schooltijd heb je geweten, ik wil uh, juf worden. Ja, zonder twijfel. Wat fijn. Ja, Dus je ging naar de PABO en voelde je ook meteen: dit is het voor mij? Ja, ja. ja. ik heb wel wat stages gehad dat ik dacht van, oh ja. Uh, past, past deze school bij mij of uh, wat vind ik fijn of wat vind ik fijn werken, maar eigenlijk altijd wel echt uh, gevoeld ja dit is wel uh, dit is wat bij mij past. En waarom past de Aloisjes zo goed bij jou? Um, ja, ik ben eigenlijk bij de Aloisjes in die zin teruggekomen, want ik heb er zelf ook altijd op school gezeten als, uh, als uh, klein meisje en uh, ik had altijd zoiets van ik zou heel graag nog een stage willen lopen bij de Aloisjes en daarom dus gesolliciteerd voor uh, ja, mijn lieve stage daar op school. En ja, wat vind ik fijn aan de Aloisjes? Er is een, echt een fijn team. Um, ze houden, er wordt veel ontwikkeld, uh, er is veel expertise in het team. Er is veel ruimte en, en tijd voor plezier met elkaar. Um, ja, ik, uh, ja, ik voel me er gewoon uh, ja, als een vis in het water. Ja, het, het voelt gewoon heel goed en heel fijn. Ja, lekker. Heb je alle klassen lesgegeven? Nee. Kleuterklassen? Nou, in, in stages natuurlijk wel. Uh, maar ik kwam er al vrij snel achter dat kleuters <laughs> niet helemaal uh, mijn ding is. Ik heb echt wel uh, mijn hart gegeven uiteindelijk aan de bovenbouw. En daar uh, heel veel jaren in groep 6, 7, 8 ook gedaan. En uh, ja, met heel veel plezier. Ja, als ik vraag welke leeftijd vond je het leukst, is dat dan 6, 7, 8? Of? Ja, ik denk het wel. En eigenlijk van die drie zelfs denk ik nog groep 6. Uh, als ik terugkijk naar de jaren dat ik les heb gegeven, ja, vond ik groep 6 wel altijd een heel bijzonder jaar. Meestal zullen ze misschien denken, oh groep 8 is heel bijzonder, zeker. Maar wat ik heel bijzonder vond in groep 6 was altijd dat de kinderen echt zo klein binnenkwamen en echt ja. al heel, hele mensen waren, dat ze aan het eind van groep 6 zaten. En vanaf daar echt ja, steeds meer richting de puberteit ook gaan in groep 7 en 8. En uh, heel bijzonder om te zien dat wat je in groep 6 ziet, eigenlijk dat je dat in groep 8 nog steeds... Terugziet in alle leerlingen. Ja. Ja. Ben jij een schooldirecteur die smorgens de kinderen opwacht bij de deur? Ik probeer het wel elke dag uh, te doen. Uh, het, ja, het komt wel eens voor dat dat niet lukt. Omdat er uh, een collega is of iemand is die je even aanschiet. Maar ja, het liefst uh, probeer ik ze wel allemaal even welkom te heten. Ja. Wat is daar belangrijk aan? Nou, Ik vind het leuk om gewoon alle kopjes even te zien. Plezier waarmee ze binnenstappen. Of soms ook wel even het verdriet. He, want uh, zeker bij de jongste leerling is het soms best ook wel weer even spannend. Misschien de eerste schooldag of uh, een van de eerste weken. Nou, en dat denk ik ook. Ik vind dat fijn om even te zien. En uh, nou, de ouders ook even te zien of goedemorgen te wensen. Ja. Je had het net even over het nieuwe schoolplan waar jullie mee bezig zijn. Um, dat is voor de komende vier jaar, zei je. Gaat er nog iets groots veranderen? Nou, we gaan eigenlijk heel erg door op de, op de weg waar we mee bezig zijn. En... Uh, ja, waarbij we dus die welbevinden en betrokkenheid van leerlingen centraal blijven stellen. Maar natuurlijk zijn er altijd wel aanpassingen. Maar ik denk, zo groot als in de afgelopen vier jaar, uh, niet. Blijft even rustig. Ja. Goed om te weten. Ja, blijf je voor de kinderen nog gewoon juf, juf Jackie? Ja. ja. Ik hoorde later iemand zeggen, nee, uh, je moet nu directeur Jackie <laughs> zeggen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik echt helemaal niks. Ik vind het prima om de taak uit te voeren, maar je hoeft me niet zo aan te spreken. Ik blijf gewoon Jackie of juf Jackie. Helemaal prima. Waar droom je nog van? Nou, ik dacht dus uh, een half jaar geleden van... oh, ik wil ooit directeur worden. Maar eigenlijk, ja, nu ben ik dat. En denk ik, oh, ik, als ik me, uh, mijn opleiding straks lekker af heb... Um, lekker het werk uitvoeren... Uh, met de kinderen, met de collega's... Uh, ja, iedere keer weer stappen zetten en samen ontwikkelen. Samen werken, samen leren. Ja, ik heb geen grote, grootste toekomstdromen uh, voor nu... Nee, lekker blijven groeien. Zeker. Goed zo. Nou, dank voor je komst. En uh, heel veel plezier nog dit schooljaar bij de Aloysius. Dank je wel. Dit was de podcast voor de klas. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering.